studio is Rick Meijer, beleidsadviseur van de gemeente Enschede. Welkom. Dankjewel. Ik zei net in die intro, als Enschede geen maatregelen neemt en de bewoners niet meehelpen, dan gaat het gloeiend mis in Enschede. Is dat zo? Klopt dat? Nou ja, met wat je nu ziet, wat de effecten zijn van de klimaatverandering, dat er steeds vaker extreem weer voorkomt, dat het vaker hard regent, dat de hittestress optreedt, dat er sprake is van droogteproblematiek, ja, dat wordt de komende jaren steeds sterker. En dat noodzaakt dat we daar met z'n allen ook wat aan moeten doen. Wat gaat er dan precies mis? Nou ja, wat er misgaat is op het moment dat het heel hard regent, en dat zie je ook nu al gebeuren, dat er dus op veel plekken water blijft staan. Dat kan ervoor zorgen dat dus straten onbereikbaar zijn, dus dat bepaalde gebieden onbereikbaar worden. Dat kan ook gelden voor een ziekenhuis, dat kan gelden voor een politiebureau. Dus dat soort voorzieningen onbereikbaar wordt. Maar het kan ook zijn dat het er zoveel water staat dat niemand meer kan zien waar die loopt of rijdt. Dus dat daardoor ongelukken gebeuren met alle gevolgen van dien. Dat is gewoon een probleem. Maar het kan ook gebeuren dat water bij gebouwen naar binnen stroomt. Dus dat daar ook veel schade in die gebouwen ontstaat. Ja. Dan heb je het alleen over de wateroverlast. Maar datzelfde kan ook voor hittestress. Op het moment dat het steeds warmer wordt, ja, dan heeft dat allerlei negatieve gevolgen. Dus de steen in onze stad zorgt aan de ene kant voor hittestress en aan de andere kant voor onderlopende gebieden. Gebieden die onder water lopen. Ja, dat is op zich een van de belangrijkste oorzaken, zeg maar, voor die problemen die ik net noemde. Dus dat het water eigenlijk de grond niet in kan, maar tegelijkertijd dat het ook heel erg opwarmt als het buiten warmer wordt. Ja. En die verharding, zeg maar, die houdt de warmte ook vast. Dus dat blijft ook heel lang hangen in de stad. Nou hebben wij eerder een keer gemeld dat Enschede, mocht daar niks aan gedaan worden, dat we zo'n honderden miljoenen euro schade misschien wel kunnen lopen. Is dat een goede schatting? Dat is in ieder geval de schatting zoals die ook door Deltares, zeg maar. Dit is een landelijk bekend ingenieursbureau. Die heeft dat ook voor heel Nederland uitgerekend. En dan heb je het wel over dat soort bedragen voor Enschede. Klopt. En wat is dan, we zagen net al wel wat in de video. Wat kunnen we eraan aan doen in de stad? Nou ja, video liet wat mij betreft aan het eind heel mooi zien. Want we kunnen het gewoon als gemeente in die openbare ruimte niet alleen. Die openbare ruimte die maakt maar een klein deel uit van het hele grondgebied van Enschede. Het grootste gedeelte is gewoon in bezit van bewoners, van bedrijven, van corporaties, noem maar op. Daar ontstaan veel van die problemen. Daar zit veel verharding op daken, op wegen, op trottoirs, op ritjes, op terrassen, noem maar op. Dus die dragen allemaal bij aan het probleem. En op het moment dat je daar dus wat aan doet, dus dat je die hoeveelheid verhard oppervlak, zeg maar, terugbrengt, ja, dan draag je bij aan een oplossing of aanpak in ieder geval van het probleem. En dus je vraagt, ik heb zelf geen tuin, maar bijvoorbeeld om mijn tegels te vervangen door een stuk groen. Kan ik me zoiets voorstellen? Ja, bijvoorbeeld, ja, dat zou een heel stuk schelen. Dat scheelt zowel voor die wateroverlast, omdat het water dan niet de regulering in gaat, maar veel meer op de plek blijft staan en daar in de bodem kan infiltreren. Bijkomend voordeel is meteen op het moment dat er dus meer water in de bodem infiltreert, dat we ook minder last hebben van de droogte waar we nu eigenlijk ook al zo vroeg in het jaar last van hebben. Dus dat scheelt. En tegelijkertijd op het moment dat je daar groen hebt, warmt dat ook minder op en draagt dat ook bij aan het beperken van hittestress. Klopt. Want dat is wat hittestress eigenlijk inhoudt. Hè? Veel asfalt, weinig groen bijvoorbeeld, dan krijg je meer hitte in de stad. Ja, klopt. En het heeft ook te maken met schaduwwerking. Dus ook met name bomen, zeg maar, die helpen daar heel erg in. Want enerzijds verdampen die, dus dat koelt daardoor al af. Maar ze geven ook schaduw, dus dat geeft ook extra koelte. Dus in die zin werkt een boom ook heel goed bij de aanpak van die hittestress. Nou heb ik een woord horen vallen, wat veel mensen waarschijnlijk een beetje schrik aanjaagt als ze dat horen. Het woord tax en met het woord tegel ervoor, namelijk tegeltax. Bijvoorbeeld stel ik heb een tuintje, moet ik meer belasting betalen als ik meer verharde materialen om mijn huis heb. Gaan we naar zoiets toe om de bewoners naar een kant op te duwen? Nou ja, ik heb geen idee of wij daar in Enschede naartoe gaan. Ik weet dat er een paar gemeenten in Nederland zijn die daarmee bezig zijn geweest. Ik ben er zelf niet zo voorstander van. Ik ben veel meer voorstander van een positieve prikkel. Dus op het moment dat je zegt van, hey, als je bijvoorbeeld je hemelwater voor een deel niet meer afvoert naar de openbare ruimte, maar op je eigen terrein houdt, dat je bijvoorbeeld een korting krijgt op een heffing. Dus die je toch al moet betalen, dat je dan... Een beloning. Een beloning, ja. Ja. Daar zie ik veel meer in als in een tax. Een tegelbeloning. Nee, een bomenbeloning. Ja, zoiets. Of een groenbeloning, of hoe je het maar noemt. Maar ja, daar zou ik aan zoiets veel meer denken. Klopt. Ja. Alright, en dan kunnen we dus voorkomen dat er in Enschede heel veel water blijft staan. Plus dat het wat kouder wordt. Want hoeveel verschil zit er trouwens in? Binnenstad van Enschede en het buitengebied bijvoorbeeld, weet je dat? Ja, aan hoeveel temperatuurverschil?
Ja, nou, we gaan ook samen met de universiteit gaan we de komende jaren daar ook nog echt aan meten. Maar zeg maar, als je kijkt naar gemiddelde, dan kan het wel tot een graad of 7, 8 kan het verschillen van de hitte in de binnenstad, waar het echt heel erg stenig is ten opzichte van het buitengebied. Ja, precies. Moeten we verkeer of een apart weerbericht bijna voor maken dan. Ja, ja, dat scheelt behoorlijk, ja. Ja. Rick Meijer, beleidsadviseur van de gemeente Enschede. Dankjewel voor je uitleg.